Regenboogdraakmeditatie. Zoek naar oplossingen door middel van hoop. Zorg ervoor dat je goed gegrond bent als je deze meditatie doet. Dit is nodig omdat je met de energie van een draak gaat werken en dit is een vrij sterke energie. Je kunt je gronden door mijn grondingsmeditatie eerst te doen. Als je die hebt gedaan, kun je vervolgens je beschermengel of je gids vragen of hij je wil begeleiden tijdens deze meditatie. Zoek vervolgens een rustige plek op waar je niet gestoord kunt worden. Als je het prettig vindt, kun je een wierookstokje of een geurkaarsje in de geur die jij lekker vindt laten branden. Maar zorg er goed voor dat hij niet om kan vallen tijdens deze meditatie. Ga op een stoel of op de rand van je bed zitten met je benen naast elkaar en je voeten stevig op de grond, zodat je het contact met moeder aarde niet verliest. Concentreer je nu op je ademhaling. Adem in via je neus, wacht 5 tellen en adem uit door je mond. Voel dat je bij elke uitademing je steeds meer ontspant. Visualiseer nu dat je een prachtige draak voor je ziet staan. Hij heeft alle kleuren van de regenboog. Dit is de regenboogdraak. Zodra je hem ziet, word je vrolijk van al deze kleuren. Hij laat je weten dat je niet ontmoedigd of verdrietig moet raken vanwege de dingen die nu bij jou spelen. En dat je vooral een open mind moet houden, want de oplossingen komen vaak uit een onverwachte hoek. Zoek de kleur op die jou vrolijk maakt en je grijze dag weer kleur geeft en waar je weer heel blij van wordt. Net zo als deze regenboogdraak blijheid kan schenken. En dan zie je de oplossing die je nodig hebt opeens verschijnen. Dit kan komen doordat je iets leest wat je kan helpen, of er komt opeens een idee in je hoofd wat jou weer een stukje verder kan helpen. Hij zal je ook vertellen dat je uniek bent. Net zo uniek als hij en als een regenboog die je soms ziet na de regen verschijnen. Dus stop met je te verstoppen als het leven soms moeilijk is. Want aan de horizon gloort altijd een oplossing. Als de regenboogdraak klaar is, bedank je hem voor zijn komst. En doe dit met je mooiste glimlach, want dat vindt hij prettig. Visualiseer dat hij nu weer vervaagt, net zoals een regenboog die na de regen verschijnt en in de zon weer verdwijnt. Concentreer je nu weer op je ademhaling. En voordat je je ogen opent, bedank je je gids of beschermengel voor de steun die ze jou hebben gegeven tijdens deze ontmoeting met de regenboogdraak. Beweeg je even en kom dan weer terug in het hier en nu. Notitie: weet dat je de regenboogdraak altijd kunt aanroepen als je de hoop over een oplossing verloren hebt of als je de oplossing niet duidelijk ziet. En weet dat hij altijd zal komen.
Bedankt voor het luisteren naar deze meditatie.